Groep 7 van de Brederooschool is zo goed bezig geweest duurzame ideeën te ontwikkelen dat er interesse is gewekt bij de politiek. De Stadspartij is zo enthousiast over de plannen dat ze een aantal wil overnemen om bij meer scholen deze ideeën in te voeren. Om te onderzoeken of die duurzame ideeën haalbaar zijn, heeft de partij een motie ingediend met als naam Op naar schoolgebouwen van de toekomst. Het was wel een mooi toeval, want we deden ook mee aan de kindergemeenteraad en in het kader daarvan was hij bij een van onze presentaties naar aanleiding van echt een prachtig project over wetenschap, techniek gekoppeld aan duurzaamheidsprincipes. En we waren helemaal blij verrast dat hij zo enthousiast was dat hij daar verder mee wil gaan. De leerlingen hebben de afgelopen weken onderzocht hoe op een goedkope manier duurzaam kan worden bezuinigd op hun school. We hebben hier een klaslokaal gemaakt in het klein. En we hebben een moestuintje op het dak met zonnepanelen. En dat zorgt voor een groen dak. En dan kunnen we daar de tuintjes neerzetten. En dan kunnen we daar gewoon biologisch eten. De leerlingen hopen dat het gaat lukken in de politiek. Ik vind het ook wel goed, want het zijn ook zeg maar duurzame ideeën. En er zitten ook echt hele goede tussen. We snappen wel dat ze een paar niet uit kunnen vervoerd, omdat het geld misschien er niet voor is. Bij de mensen thuis kan er nog veel veranderd worden volgens de kinderen. Ze kunnen in plaats van in bad gaan een douche, gewoon een korte douche nemen. Dat bespaart weer allemaal water. Mensen kunnen het licht uitdoen als ze er niet zijn. En je kunt bijvoorbeeld die standby knopjes, dat je ze echt uitzet. En dan bespaar je bijvoorbeeld met computer, printer en de boxen 33 euro per jaar. De motie wordt vandaag ingediend.